Kick-off hervatting werkzaamheden omrastering Soses Sportcomplex. Na een stopzetting gedurende ruim 5 jaar is door het ministerie van Sport en Jeugdzaken het start zijn gegeven welke de hervatting van de werkzaamheden betreffende de volledige omrastering van het Willebrod-Akswijk Sportcentrum, meer bekend als het Soses terrein, markeert. Het sein werd op vrijdag 16 augustus jongsleden gegeven door de directeur van Sportzaken, Mitchell Kisoor. Verantwoordelijk voor de voltooiing van de werkzaamheden is de aannemer Lascoban, terwijl de directievoering in handen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie ligt. Het streven is erop gericht binnen 2 tot 3 maanden de omrastering van het sportcomplex opgeleverd te hebben. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.